Nu tot 19 meter 18. Hinrichs werd tijdens het wereldjuniorenkampioenschap nog verslagen door Boekelman een aantal jaren geleden, maar inmiddels iets harder doorgegroeid. Terwijl we gaan kijken naar de 1500 meter voor de vrouwen met daarin de Nederlandse Marije Terra. Hier staat ze aan de binnenkant, waar ook debuut op een internationaal toernooi. En wat kan zij hier verder in deze wedstrijd? Spaanse Natalia Rodriguez, de Russische Alminova. Hier is McKettigan, Anna England uit de UK en Lustigova uit Tsjechië. Nou, Valstad zien we niet al te vaak, om 1500 meter. Wat er raar is, het ook een opdracht om bij die beste drie te komen. Het zal niet meevallen in deze serie. Maar misschien dat de tijd haar ook verder kan brengen. Het is in vorm, verbeterde zich met een paar seconden ten opzichte van de outdoor-tijd. Indoor is toch een stukje moeilijker. Met de krappe bochten is het tempo daar over het algemeen iets lager. Maar ze wist zich toch te verbeteren. Liep 4.12.52. In Gent was dat. Dat was een wedstrijd over de afstand van een mijl. 1609 meter. Maar de tussentijd werd geklokt omdat een aantal dames op limietenjacht waren. Sigrid van der Bent was er een. Zij kwalificeerde zich daar ook voor hier in Turijn. En Terra dus ook. Alminova neemt de kop. Was tweede bij de wereldkampioenschappen junioren in 2004. Dat is de huidige Russische kampioene. Na het afhaken van een aantal atletes die betrapt werden. Niet op dopinggebruik, maar op het manipuleren van de dopingtesten. Een andere was daar de wereldrecordhoudster Sobolova bij betrokken. Dat gebeurde allemaal net voor de Olympische Spelen. Maar er zijn genoeg Russische loopsters. Goede Russische loopsters. En het is Alminova die de kop neemt en er meteen op een gat trekt. Het gat werd gelaten door Marije Terra. Die zal wel gedacht hebben dat gaat mij iets te hard. En dat is misschien ook wel verstandig. Een beetje kapot lopen in die eerste rondjes. Dat is niet slim. Terra nu in vierde positie. Door onder de 1,40 op 600 meter. Dan zijn we iets sneller dan de eerste serie. Althans Alminova. Daarachter is het al meteen op een lint. Met nu op de tweede plek de Spaanse Natalia Rodriguez. Daarachter Jevtokimova. Op 4,07 dit jaar. Tweede Russisch in dit veld. 2.13.67. Dan is Alminova een kleine 2 seconden sneller dan de eerste serie. Dan zit Terra precies op die tijd te koersen van die eerste serie. Ziet er nog goed uit voor Terra. Loopt ook nog makkelijk. Kan goed volgen in die tweede groep. Rodriguez heeft het gaatje gedicht naar Alminova. De eerste drie gaan direct door. En dan dus drie tijdsnelste. De derde snelste tijd is op dit moment in handen van Scott. Susan Scott uit Groot-Brittannië. 4.13.40 liep zij. Ze werd zesde in die eerste serie. En dat is dus de kloppen tijd. Alminova aan kop. Terra moet nu oppassen dat ze niet ingesloten raakt. Want England komt daar aan de buitenkant. Nog 400 meter. Terra nog steeds vierde positie, maar England nu aan haar schouder, die sluit de deur. 3.22 op 1200 meter. Alminova weer bijgehaald door de rest. Gaan we naar de laatste ronde. Terra zet aan, gaat goed mee. Alminova, Rodriguez, Terra. 3.40.
Moet er een laatste 200 meter van 33 komen voor Terra. Gaat goed mee. Alminova, Rodriguez, Terra schuift door. Gaat ze zich hier automatisch kwalificeren? Dat zou helemaal een geweldige prestatie zijn. McKettigan aan de binnenkant. Die Ierse, stiepelloopster. Terra gaat mee en gaat zich automatisch kwalificeren voor de finale. Ja, daar komt niemand meer overheen. Het is Alminova die wint. Voor Rodriguez en Terra gaat automatisch door. Goede prestatie van Marije Terra. Pupil van Bram Wassenaar. Alminova wint in 4:11:44. Eerste keer op het toernooi voor Terra. Maar ze loopt slim. Blijft continu daar op de vierde plek hangen. En op het moment dat het moet gebeuren schuift ze op. Loopt naar die derde plek en staat het niet meer af. Automatische kwalificatie. En dan lijkt het erop dat Van der Bemt met haar 4:12:36. Nou, hangt erom. McKettigan. En daar ook nog Muntjan, de Servische. En hier de bevestiging wat we al eerder zagen. Marije Terraar loopt een persoonlijk record 4:11:80 en gaat automatisch door naar de finale van dit Europese kampioenschap op het terrein. Prachtige prestatie voor haar. Verbetert zich keer op keer dit jaar. En het wordt beloond met de finale plek.